De korfbalvereniging CKV Achilles bestond in 2020 precies 100 jaar. Maar door de coronaperikelen kon dat toen niet gevierd worden. Deze week was het dan toch zover en werd de club in het zonnetje gezet. Het werd een bijzonder moment, want het heeft de koning behaagd de club CKV Achilles de koninklijke erepenning toe te kennen vanwege dit unieke jubileum. Burgemeester Arjen Gerritsen en wethouder sport Arjen Maathuis kwamen de versierselen bij het Achillescomplex aan de Koedijk overhandigen. Daarbij hoorde ook nog de stadspenning van de gemeente Almelo. Voor voorzitter Harmen Eenkoorn was dat de grote verrassing. Arjen Gerritsen prees de club op zijn beleid en was trots dat zijn stad deze club rijk is. Daarna gaf de burgemeester het stadsschort voor de This is Korfbal on Tour. Een evenement waarbij het nationale team een aantal clubs in de landen aandoet om de korfbalsport te promoten.